Want, kijk, we hebben hier niet alle landen van de wereld. We hebben bijvoorbeeld Rusland niet, Amerika niet, China heeft het laatste moment afgezegd. We hebben nog Italië en Brazilië als belangrijke concurrerende landen. Kortom, er zal een geweldige slag geleverd moeten worden daar. Voor Nederland ook, om bij die beste 12 te komen. We gaan verder met Roemenië. Heb ik al een score? 8,825 voor de Canadezen. Jawel. Florica Leonida. Krijgt 2/10 punt bonus. Staat lang stil. Energierijk. Maar ook die muziek, die is natuurlijk uitdagend. Maar nog jeugdig. En nog niet helemaal geslepen. Ze werd wel vorig jaar bij de Europese kampioenschappen van junioren op dit onderdeel tweede. Ze won dus de zilveren medaille, terwijl haar landgenoot Monica Rosso toen het brons won. Octavian Belu. Kijk, je wordt even, oefening nog even geëvalueerd. Vooral het uitstappen is belangrijk naar acrobatiek. Daar moet je zuiver in zijn. Maar goed, zo te zien aan de lichaamstaal is toch de algehele conclusie van de coaches positief. Ze is natuurlijk ook voor het eerste jaar nu bij de senioren. Deze Florica Leonida. 9,325 is op dit moment de leidende score van de Spaanse Yelena Gomez. En naar mijn gevoel mag die score ook niet overtroffen worden door deze Roemeense. Kijk, hier is een beetje uit de richting. Als we dan tenminste kijken naar de hele lijn van die acrobatische sprongserie van 4 sprongen. Ze had een mooie combinatie, ik weet niet of we die ook nog te zien krijgen. Van een temposalte met een drievoudige schroef. Dat is ook de ik denk dat die nu komt. Temposalto, ja, en hier die salto met een drievoudige schroef. De combinatie levert weer 2/10 punt extra bonus op. Die combinatie, dat is ook de slotserie van Verona van der Leur in de oefening. Alleen die doet het veel mooier. Ja, maar ja.